Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En we zijn vandaag best wel wat dingetjes die we moeten doen. Zo heb ik al de weekvlog lopen editen en is die momenteel aan het renderen. Zo heb ik even mijn ouders gebeld. En Jasmijn en ik gaan eventjes wat dingetjes opruimen hier. Even fixen zodat we zo meteen weg kunnen. Want we moeten zo meteen naar de studio. Want Jasmijn kreeg vandaag een fotograaf in de studio die Jasmijn gaat fotograferen. Omdat Jasmijn een interview heeft gehouden. Dus dat is heel erg tof. Daarnaast gaan wij natuurlijk de foto's retoucheren. En moeten wij echt eindelijk die berichtjes allemaal gaan beantwoorden. Allemaal al die mensen kijken. Wat hebben we nog steeds niet gedaan. Het is gewoon te druk voor. Dus we moeten nog best wel wat dingetjes doen. Dus dat gaan we zo meteen doen in de studio. Maar nu eerst eventjes opruimen. Dus mij en ik gaan verder vandaag, zoals ik al zei, door de berichtjes heen. Dus mij gaat nu eventjes mede dat de stroom het weer doet. En dan gaan we daaraan beginnen. En dan wordt het een hels karwei, want het is echt heel veel. Dus laten we er echt maar aan gaan beginnen. Nou, wij hebben al een tijdje niet meer gefilmd. We waren in de studio, hebben we alles afgerond. Jasmijn heeft een fotoshoot gedaan. Dat hebben we ook helemaal niet gezegd. Dat hadden we wel gezegd, maar dat is geweest voor de interview, wat heel erg leuk was. Toen zijn we even naar de supermarkt gegaan, hebben we even wat inkoopjes gedaan voor het avondeten. Toen zijn wij naar huis gegaan, toen heb ik eventjes een half uurtje op de bank geslapen. En toen kwam eigenlijk Jasmijn en haar familie, Jan tante is het toch? Mm-hmm. Ja, Jasmijn haar tante die kwam hier naartoe en Jasmijn haar oom, dat was heel gezellig. Die hebben even het huisje gekeken net. We zijn momenteel aan het koken en dan gaan we zo meteen lekker smikkelen daarvan. En ja, Jasmijn die kan niet zoveel praten, want waarom kan je niet praten? Ja, Jasmijn is een ei aan het snijden en Jasmijn heeft altijd als tipje, doe water in je mond terwijl je een ei snijdt. Dan ga je niet gaan en dat werkt ook echt heel goed. Zojuist kwam de pakketbezorger langs met mijn Zalando pakketje, dus die ga ik nu eventjes openmaken. Woe! Zo. Dat doe ik label. Altijd handig. En als ik ze eruit krijg, Dr. Martens. In de doos en dan zit nog een kampioentje omheen. Jee! Deze zijn met een ritje, maar dat is helemaal makkelijk. Want dan hoef je dus maar één keer je vingers te strikken en dan kan je ze dus met een ritje aan en uit doen. Dus die ga ik straks eventjes passen, maar ik heb dus een nieuwe Dr. Martens binnen. Een hele goede morgen en we beginnen de dag met een kapotkarretje van Tom. Het zal weer eens niet, hè jongens. Maar die hebben we zojuist semi gerepareerd, want hij is twee onderdelen kwijt. Maar hij kan het in ieder geval nu eventjes weer gebruiken. En ik ga zo onderweg naar het ziekenhuis. Ik moet namelijk even bloed laten prikken of mijn B12 nog goed is of dat er meer geprikt moet worden. Dus dat is even spannend wat daarin hoort het woord. Ik hoop dat ik niet weer elke week naar de huisarts moet, zoals aan het begin. Maar dat is dus eventjes spannend en daar ga ik zo meteen heen fietsen. Dus voor het eerst in het ziekenhuis sinds corona. Dus dat is ook wel even... Ik ben benieuwd hoe het nu daar is, zeg maar. En of het ook rustiger is dan normaal. Maar ik ga nu nog eventjes lekker met Chickie knuffelen en dan richting het ziekenhuis. We hebben vandaag helemaal niet zoveel gefilmd. Ik ben vanmorgen naar het ziekenhuis geweest. Tom heeft folders gelopen. Die had nog wat issues met zijn karretje. Dus die heeft er langer over gedaan dan hij normaal doet. Dus die was lekker lang bezig daarmee. Toen hebben we 's middags even een aantal dingetjes voor de Action uitgezocht. Want we hebben daar morgen een afspraak staan. Daar kunnen we gaan winkelen. Of in ieder geval ik kan daar gaan winkelen. Dus dat is wel heel fijn. Kunnen we eindelijk een aantal dingetjes halen die we niet met click en collect konden halen. En Tom is nu super lief. Op de gang bezig. Hij is namelijk het afval alvast naar beneden aan het brengen. Want morgen wordt het opgehaald. Lekker burgerlijk. Maar Chickie heeft de hele tijd interesse om naar de gang te gaan. Dus ik heb Tom nu even buiten gesloten. Zodat Chickie niet kan ontsnappen. En ik ga zo meteen lekker bewerken. En dan gaat Tom lekker zijn eigen ding boven doen. Dus ja. Eigenlijk een hele rustige, drukke dag, zeg maar. Allemaal van die neventaakjes die je dan moet doen en voorbereiden. En nu dus lekker editen voor mij. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. En jongens, wat is er weer veel gebeurd. Gisteravond nadat wij hadden we gefilmd, zijn we naar boven gegaan. Hebben we lekker eventjes boven zitten chillen. Jasmijn heeft een foto afgeëdit wat echt super nice is. Gewoon heel erg blij mee, heel erg tevreden mee.
En toen kregen we een berichtje van de herstelisten van die fotoshoot. Dat die heel erg tevreden met ons was. En dat ze ons een grote toekomst beloofde. En zij werkt met best wel veel mensen waar wij ook mee hebben gewerkt of willen werken in de toekomst. Dat is echt heel erg tof. Ze zei helemaal van, als we volgende Geek of Fury Awards gaan doen, dan ga ik jullie boeken. En dan gaan we met een super tof team alles doen. Ik ga jullie helpen om verder te komen in deze wereld. Echt super lief, echt super inspirerend. We worden heel blij mee. Dus ik ben met Jasmijn daar gisteren eventjes hebben we het over gehad. Het was heel erg leuk. En toen wou ik lekker slapen. Ik sliep iets van een half uurtje. En toen wekte Jasmijn me in één keer wakker. Tom, Chicky is hier. Was Chicky helemaal zelf naar boven gelopen. Wat ze nog nooit heeft gedaan. En wat best wel eng voor haar is. Dus ze is gewoon helemaal naar boven gelopen om lekker aandacht lekker te knuffelen. Echt bizar. Toen heeft ze vannacht de hele tijd lekker bij ons zitten slapen. Wat heel gezellig was. Nou ja, vanmorgen zijn we lekker wakker geworden op tijd. Toen was Chicky er lekker aan het kroelen met ons, want ja, die had natuurlijk lekker geslapen. Alleen, we merkten een beetje dat Chicky niet zo zin had om naar beneden te gaan. En dus besloten we haar op te tillen. Maar wat er toen gebeurde, ze zette de nagels vol in Jasmijn haar schouder. En Jasmijn had zo pijn dat ze zelfs aan het huilen was. Want ze zat helemaal in haar vel. Ja, dus, bij Chicky is zeg maar het probleem dat ze op een gegeven moment zit ze een soort van... vast, zeg maar. Dat heeft ze ook als ze over het kleedje lopen. Dus ze blijft gewoon haken, omdat ze wat ouder is. Dus ja, zij kreeg haar hand niet los uit mijn schouder. Dus ja, op een gegeven moment ook ging het bloeden en zo. Dus ja, was weer een enerverende ochtend. Ja, en wat ik toen heb bedacht van, doe even je shirt uit. Want dan, en toen liet ze gelukkig los. Dus ja, Jasmijn was een beetje in tranen, maar dat is nu inmiddels alweer goed. En de band is ook weer hersteld, want ze heeft gelijk snoepjes gegeven. Ja. Dus het is weer helemaal goed. Wij gaan zo meteen naar de action, want hadden we dat al verteld? Denk ik niet. We hebben een afspraak gepland voor de action, want het is vandaag woensdag 3 maart. Ja. Jawel toch? Ja, 3 maart. En dat betekent dat de kappers, de fysicisten en zo, iedereen weer los mag. Nou, niet iedereen, maar de meeste mensen los mogen. En dat je in de winkel een 10 minuten slot kan reserveren. Dat hebben wij vandaag gedaan en morgen voor de action. Dus we gaan nu zo meteen naar de action toe lopen en dan gaan we wat dingetjes scoren. En daar staat Jasmijn te wachten dat ze naar binnen kan in de action. Het voelt een soort van VIP. Nou, we zijn thuis en Chicky wil proberen eraf te komen, want ze is er weer opgegaan terwijl Jasmijn net pijn heeft gehad ervan. Ik heb het weer niet gezien. Ik vind het nog wel een beetje spannend, maar we willen haar wel het laten doen. Omdat... Oh, lekker hè, lekker kopjes geven. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Ik heb een Action Shop vlog voor jullie! Woehoe! Eindelijk weer een normale Action Shop vlog. Niet een click and collect, maar nee, echt een winkel ervaring. En jongens, wat is 10 minuten kort in de Action. Bij de Action wil je natuurlijk altijd het beste item eruit zoeken, want sommige zijn natuurlijk beschadigd. Maar ja, in 10 minuten tijd en producten vinden en kijken of ze goed zijn, is best wel pittig. Dus ik hoop dat ik alles heb, maar gelukkig hebben we ook eventueel nog een tijdslot voor morgen, mocht het toch niet het geval zijn. Volgens mij heb ik alles. Dus ik ga jullie nu laten zien wat ik heb gehaald. En ik heb ook een aantal dingen voor mijn zus gehaald. Dus die laat ik ook eventjes zien. Maar die gaan dus richting haar. Als eerst raamfolie voor mijn zus. Want zij heeft namelijk nog geen gordijnen. En die kan je nu ook moeilijk bestellen. Dus daar heb ik 2 paar van. Dan vervolgens voor ons. En het zit vast. Oeh. Er zit van alles in. Een... badkamerrekje en we vonden het wel handig om er 2 te hebben, 2 boven elkaar, dus ik heb daar 2 van gehaald. En die andere vinden we vast zo wel ergens. Nou, deze zakjes gebruiken we altijd voor de compost, dus daar heb ik even 2 pakjes van gehaald. Dan vervolgens schilderstape voor in de studio. Kwasten voor bij mijn zus, zodat ze kan schilderen. Een hoeslaken voor in de studio. En dan denk je, een hoeslaken in de studio. Ja, we willen een tof iets hiermee maken. Dus dat voor een klant. Dus die heb ik nu gehaald. Het scheelt altijd weer wat als je dat daar kan halen. Nog meer kwasten. Nog meer kwasten. En nog meer schildersteek voor mij. Ik heb even een dikke en een dunne gehaald. Dat is altijd even handig om verschillende formaatjes te hebben. En het komt altijd in pas. Dan kunnen we nu aan deze. Eerst weer voor mijn zus. En een toiletrolhouder, mat zwart. En dan voor ons een pannenonderzetter. We hadden altijd
dat we het altijd in de keuken opschepten, want ja, dit hadden we dus niet. En dan het andere rekje waar ik het over had. En als laatste ook voor mijn zus een wc-rol houden. Nee. Een wc, hoe heet het? Wc-borstel. Wc-borstel, thanks. En dat was hem al. Dus dit kan je halen in 10 minuten. Nog best wel weinig dan. Als je verwacht dat je met hele bakken thuis komt. Maar je hebt dus gewoon geen tijd om alle gangpaden af te gaan. En ja, dit hebben we gehaald. En vanavond brengen we alles naar mijn zus toe. En nog verhuisd, maar die liggen daar achter in de kamer. Het hangt. Deze is van mij. En Tom heeft vast reserves erin gezet. Zijn scheerschuim en wat hij nu gebruikt. 1-op-1 kopie. En ja, hebben we eindelijk rekjes bij de douche. En helaas is geen douchegordijn, want die hadden ze niet. Die hadden ze op dit moment niet, alleen met printjes. En dat willen wij niet. Dus nee, dat maakt de douche al een stuk gezelliger. En is het daaronder lekker leeg. Tom en ik gaan nu even richting mijn zus. We gaan haar eventjes helpen in haar huis. En de spulletjes die we bij de Action voor haar hebben gekocht even afdroppen. Ik weet niet of we daar kunnen filmen. Want we gaan natuurlijk proberen zoveel mogelijk voor haar te kunnen doen. Maar misschien filmen we nog wat onderweg. En dan zien we jullie gewoon weer thuis. Goedemorgen, het is donderdag. En Tom en ik komen net terug van de Action en van de supermarkt. We hebben nog een aantal dingetjes die we gisteren niet hebben kunnen halen. Dus dat was wel heel erg fijn. En een aantal boodschappen voor anderen ook weer gedaan. Die hadden wat dingen doorgegeven. En dat was gisteren ook niet gelukt. Want ja, je rent als een malle door die Action in die 10 minuten. Dus het was wel fijn om nog een tweede sessie te hebben. Nu had ik ook wat meer tijd om rustig alle gangpaden af te gaan. Ben niet alles afgegaan. Want ja, wat heb ik te zoeken op de speelgoedafdeling. Maar het was in ieder geval heel fijn dat ik wat dingetjes weer heb kunnen vinden. Tom gaat nu richting mijn zus. Die gaat haar helpen met de planken uitladen en dergelijke. En ik ga retoucheren. Ik heb lekker deze 3 beelden geretoucheerd. Ben ik ongeveer 2 uurtjes mee bezig geweest. En er kwam zojuist een pakketje, dus die ga ik even met jullie openmaken. En Tom is zojuist thuisgekomen. Dus ja, gezellige boel weer hier. Nou, en zoals ik zei, heb ik een pakketje binnen. En het is super goed ingepakt. Helemaal in bubble wrap. En altijd als je pakket... Dit komt uit China. Ik heb het besteld via AliExpress. Maar altijd als je een pakketje bestelt uit China, dan zit er altijd zoveel plakband en zo omheen. Ik weet niet of jullie al een beetje kunnen zien wat het is. Maar het zijn van die pilaren om producten op te zetten. Oké, ik maak ze even open en laat jullie dan zien. En dit zijn de producten die ik binnen heb gehad. 3 van zulke pilaren, zodat je daar een product op kan zetten. En een grote. Zodat je daar leuke producten op kan presenteren, zeg maar, tijdens het fotograferen. Dus daar ben ik heel erg blij mee en die gaan weer mee naar de studio. Nee, Jasmijn en ik zijn in de studio. Yes. En we hebben het pakketje binnen. Alleen, Jasmijn zet het pakketje een beetje zo. Ja, een hij beetje is open. Dus hij is benieuwd, ja, we zijn heel erg benieuwd of de producten beschadigd zijn. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Ik doe even jas uit en dan gaan we het even uitpakken. Yes. Ja? Oké, okay, er zit wel bubble wrap bij die. Bubble wrap. This is looking good. Deze heeft geen logo. En deze. Deze doet altijd een dubbele doos. Ja, die is duurder. Ja. Oké. Even kijken. Nice.
Ik heb geëdit, maar inmiddels hebben we een hele held op sokken in huis. Deze rent continu de trap op en af. Ja, ga je weer naar beneden? Sinds ze dit heeft ontdekt dat ze dit durft, is ze niet meer te stoppen. Nou, en ik heb net eindelijk de computer uitgezet. Want ik heb de hele dag zo'n beetje lopen editen. We zijn nog eventjes in de studio geweest om te kijken of het pakket er was. En of die goed was aangekomen. Of er niks mee aan de hand was. Dat was niet het geval, dus dat was super fijn. En daarna ben ik dus weer terug aan het editen gegaan na het eten. En nu ben ik eindelijk klaar. Dus Tom en ik gaan nu lekker samen iets kijken. Nee, als mijn heeft heel erg... Oh, wacht even. Oh, dit heb ik op beeld staan, jongens. Kijk, zo loopt het ziekte naar boven. Goed zo, schat. Ga maar. Oh. Dat was het voor move. En weg is ze. Jasmijn en ik zijn vandaag naar de Action geweest, zoals jullie zagen. En heeft Jasmijn ook een geurkaars gekocht. En wat is het? Een, met een houten lont erin. Met een houten lont erin, inderdaad. Het gaat knisperen. En officieel is het een Woodwick, maar dit is een fake merk. Genaamd Triwick. Echt, oh mijn god. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat. Ja. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag... vrijdag. En Jasmijn en ik zijn lekker opgestaan. Ik ga zo meteen even naar mijn ouders gezellig toe. Jasmijn die gaat zo meteen naar de studio fotograferen. Maar nu is eventjes, zijn we even het huis aan het opruimen. Want we morgen een fotoshoot hebben. Kunnen we morgen niet echt het huis opruimen. Dus we zijn aan het stofzuigen. Want Jasmijn heeft alle kleding eraf gehaald van het kledingrek. Allemaal dat soort dingetjes. En dan gaan we nog heel eventjes chillen zo. En dan gaat Jasmijn op tijd naar de studio om te fotograferen. En dan terwijl ik Jasmijn aan het fotograferen ben ik lekker op de fiets naar Twolle aan het fietsen. Het is wel een lekkere dag eigenlijk. Het is wel koud, maar het is wel heel erg zonnig. Het is wel een lekkere dag. Nou, Jasmijn is eventjes wat lekkers aan het maken op onze nieuwe snijplank. Dus heb ik van mijn opa en oma gekregen. Echt super lief. Heel erg blij mee. Dank jullie wel daarvoor. En ik weet dat jullie kijken namelijk. En we zijn heel erg blij mee. Jasmijn is lekker aan het maken. En wat gaan we daarna doen? Iets op de iMac en daarna ga ik naar de studio. Ja, en dan ga ik opeten. Als we iets maken is het ook logisch dat we gaan opeten. Ja, oké, okay, wel waar. Ik ben zojuist gearriveerd in de studio en ik ga eerst even lekker een latte macchiato voor mezelf zetten. Want daar had ik zin in. Ik had er al de hele week zin in, maar ik had zin in een variant met siroopjes. Dus die heb ik nu lekker gezet. Dan ga ik zo aan de slag om te fotograferen. Cheers! Nou, ik heb zojuist lekker gefotografeerd, ben net klaar, dus ik ga nu de boel opruimen. Zoals altijd heb ik er weer een zootje van gemaakt. Dat gebeurt altijd met productfotografie, dus ik ga nu even opruimen. Maar gelukkig is het meestal ook wel weer snel opgeruimd. Daarna even afwassen, want ik heb natuurlijk koffie gehad. En dan ga ik richting huis. Jasmijn en ik hebben eventjes heerlijk een rondje in Deventer gewandeld, maar we hebben niks gefilmd omdat de camera leeg was. Maar, mijn schuld. Ja, Jasmijn had al te veel timelapses vandaag gemaakt. Daarna hebben we eerlijk even een programma zitten kijken van Tom Waas genaamd Kampwaas, wat ook wel heel erg vet was. En we hebben even lekker wat snackjes gegeten. Dat was even heerlijk een leuke avond gehad. Maar ik ga zo meteen slapen. Morgen moet ik weer kranten lopen. Maar Jasmijn en ik hebben morgen ook een fotoshoot met een agency waar wij vaker mee hebben samengewerkt. Zoals jullie weten, denk ik wel weten, zijn wij naar Parijs geweest voor een fotoshoot. En daar hebben we ook met die agency samengewerkt. En de agency gaat nu een eigen webshop maken. Nou ja, eigenlijk de eigenaresse van de agency die gaat een webshop maken. En dus gaan we morgen fotograferen. Dat is heel erg tof. Dus die komt morgen naar de studio. Dus we hebben morgen weer een shootdagje.
Goedemorgen vanuit de studio. We hebben zo meteen een shoot staan met een klant van ons, dus dat is heel erg fijn. Het gaat een beetje een soort daglicht, niet studio licht worden, zeg maar. Dus ik ga een beetje daglicht combineren of maken in de studio. Dus daar heb ik wel heel erg zin in. En dat ga ik nu lekker opzetten samen met Tom. En Tom is nu even thee aan het halen. Dus leuk dagje voor de boeg. Wat ben je aan het doen, Jas? Jas, wat ben je aan het doen? Lekker de achtergrond gummen. Dit hoort er ook bij. De shoot is net zojuist afgelopen, maar het was heel erg tof. Hele goede beelden gemaakt, dus daar zijn we heel erg blij mee. Jasmijn en ik gaan zo meteen naar huis toe, dan gaan we even koken. Ik ben best wel moe, merk ik. En Jasmijn begint ook een beetje in te kakken. Dan gaan we lekker naar huis, lekker koken en dan vanavond lekker een leuke avond, een gezellige avond hebben. Maar echt tevreden over de beelden die we hebben gemaakt. Ik zal jullie ook wat behind the scenes laten zien van het werk als we thuis zijn. Want we zijn zojuist thuis gekomen, we hebben nog eventjes wat boodschapjes gedaan. En zoals je ziet staat iMac aan, want we moeten een context sheets maken voor de klant. Dat betekent, context sheets zijn eigenlijk een soort van kleine fotootjes die je op een grote A4 ziet. Zodat er met nummers erop, zodat klanten kunnen selecteren de foto's. Dus dat gaan we zo maken, zodat de klant het kan selecteren en dat wij het volgende week kunnen editen. Dus we hebben dat aangezet, want het duurt nog wel 2 uur voordat het klaar is. Dus mijn Nick heb eventjes eten in de oven gedaan. En we gaan zo meteen een hele gezellige avond hebben, dus het is heel erg leuk. Thank you.
en ik hebben net met Dominique gebeld en samen met haar Animal Crossing gespeeld. En nu hebben wij lekker een kaasplankje en gaan we lekker iets samen kijken. En Tom wou ook graag eventjes aandacht, want hij heeft het stuk brood gesneden, maar heeft zichzelf daarmee ook gesneden. Daarachter de ravage nog, want ik was op zoek naar pleisters. Maar Tom heeft nu een pleister, want hij heeft dus in zijn vinger gesneden. Best wel diep en best wel een groot stuk. Ja. Lekker freaky. Heerlijk. Hey, goedemiddag. Tom en ik hebben vanmorgen lekker uitgeslapen. Daarna hebben we het huishouden gedaan. Woehoe. We hebben echt heel lang geslapen. Echt tot 10:30 waren we allebei klaar met douchen. Ja. Dus dat zegt denk ik wel genoeg. En nu zijn we lekker aan het wandelen. Dave er op de achtergrond. Yes. En we gaan nu even lekker doorwandelen. En zien wat de dag ons brengt. Tom en ik hebben niet een heel spannend dagje gehad. Nee, we hebben alleen dit en hiervoor gefilmd. Yes. En voor de rest gewoon veel thuis. Huishoudelijke klusjes gedaan, schoongemaakt, Tom doet nu de kast dicht. En we hebben ons klaargemaakt voor morgen, want morgen moet ik natuurlijk bewerken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus vergeet niet te abonneren, te liken en dan zie ik jullie hopelijk de volgende weekvlog. Doei doei!